Hallo en welkom bij het vijfde deel van de F1 2014 Career Mode. En we zijn hier in Bahrein en ik kijk erg uit naar dit weekend, aangezien Bahrein is een van mijn favoriete circuits van de Formule 1 kalender. En het circuit ligt me gewoon erg goed, dus hopelijk dat we een goed resultaat kunnen behalen dit weekend. En de vorige race in Maleisië ging ook erg goed. Ik kreeg het voor elkaar om op het podium te eindigen. En dus hopelijk dat we weer zoiets kunnen herhalen hier in Bahrein. En je ziet nu hier de setup in beeld. Ik ging voor 3-1 front wing. Want natuurlijk Bahrein is een circuit met veel rechtstuk. Dus de beste optie is om weinig downforce te hebben, maar ik besloot om de front wing angle nog op 3 te zetten, zodat ik nog een klein beetje downforce heb. Zoals bijvoorbeeld de 10e en 11e bocht, dat zijn snelle bochten waar je wel wat downforce nodig hebt. Dus ja, je ziet nu de rest van de setup in beeld. Voor de suspension ging ik voor de front ride height voor 11, zoals je in een paar seconden zal zien. Dat doe ik omdat theoretisch gezien zou de beste optie voor de suspension eigenlijk 1-1, 11-11 zijn. Maar ik denk dat het een beetje een glitch is in Codemasters Games. Maar ik heb van anderen gehoord dat je met 11 front ride height betere snelheid hebt op het rechte stuk. In het echt zou het niet zo werken, maar in F1 2014 werkt het kennelijk wel zo. Dus dat is de reden waarom ik voor 11-1, 11-11 suspension ging. En ja, je ziet hier gewoon nog de rest van de setup in beeld. De cambers naar links en de toes naar rechts. Dat doe ik eigenlijk bij elk circuit altijd zo. En ik reed in totaal 14 ronden in de vrije training. En ik eindigde uiteindelijk als eerste 19e sneller dan Fernando Alonso. En Nico Rosberg, die heeft 3 penalties ontvangen in de vrije training. Ik weet niet hoe hij dat voor elkaar heeft gekregen. Maar ja, in ieder geval zal hij dus als laatste starten voor de race. En je ziet er ook in de race director dat ik was erg consistent in de vrije training. Je ziet wel een paar hele langzame ronden ertussen zitten. Maar dat waren gewoon afkoelronden eigenlijk. En voor de rest was ik erg consistent in de vrije training. Dus we zijn nu in Q1 en we komen nu naar de lijn om onze eerste ronde te beëindigen. We zitten in 1:36.1. Maar ik maakte een paar foutjes in die ronde. Dus ik besloot hier om te pushen voor nog een ronde. Dus we komen nu door de eerste bocht heen. En ja, allemaal best wel goed genomen, de eerste 3 bochten hier. We hebben nog de motor in standard mix, dus we zijn nog niet heel hard aan het pushen. Maar we naderen nu de 4e bocht. We remmen nu, we schakelen terug naar de 3e versnelling. We hebben mooi de apex geraakt daar. Als we nu accelereren en de eerste sector split komen we nu doorheen. We zijn 1/10 sneller dan onze vorige ronde. Als we nu de 5e, 6e en 7e bocht. Erg mooie namen daar. Maar we remmen nu voor de 8e bocht. En we remden een beetje te laat. En ik moest helemaal terugschakelen naar de eerste versnelling. Dus dat kost ons best wel veel tijd. Dus ik was niet meer in staat om mezelf te verbeteren. En ik reed weer terug naar de pits. En zoals je ziet, de McLaren jongens zijn ons nu weer aan het terugduwen in de garage. En we zullen nu eventjes zien of het goed genoeg was voor Q2. En dat was het. Zoals je ziet, we eindigden dus als 13e uiteindelijk. Maar we hebben natuurlijk nog wel wat snelheid te vinden voor Q2 en Q3. Dus hier zijn we in Q2. De vorige race, of de vorige kwalificatie in Maleisië, lukte het ons net niet om door te gaan naar Q3. Eindigde als 11e in de kwalificatie. Dus hopelijk dat we misschien nu in Bahrein wel door kunnen gaan naar Q3. Dat zal de eerste keer zijn dit seizoen. Dus we stoppen nu de motor in ritmix. En nu weer terug naar standard mix als we nu remmen voor de eerste bocht. En ik zat een beetje te ver naar de binnenkant in het rempunt. Maar op zich had ik die eerste 3 bochten hier wel goed genomen. Als we nu de 4e bocht naderen en accelereren over dit kleine rechte stukje. En we remmen nu voor de 4e bocht. Schakelen terug naar de 3e versnelling. We raken daar de apex mooi. Als we nu de eerste versnelling of de eerste sector bereiken. En we zitten een 30-0 in de eerste sector. Maar we gaan paars, maar heeft nog niemand een ronde gezet. Dus het is logisch dat we paars gaan. Ik schakelde daar heel eventjes terug naar de eerste versnelling voor de 8e bocht. Maar daarna meteen corrigeerde ik het weer en schakelde ik naar de 2e versnelling. Als we nu door deze bocht heen komen, we raakten de apex daar mooi. Als we nu de DRS openen voor het rechte stuk, motor in ritmix om zoveel mogelijk snelheid te creëren. En
Ja, en nu weer terug naar standard mix misschien. Nee, niet. We komen nu door de tiende bocht heen. We schakelen helemaal terug naar de derde versnelling. We gaan een beetje wijd. En dus die bocht is waar ik een beetje moeite mee heb. Misschien omdat ik met lage downforce rij. Het is natuurlijk een snelle bocht waar je downforce voor nodig hebt. Maar ik moest helemaal terugschakelen naar de derde versnelling. En even goed ging ik nog wijd. Dus dat betekent dat ik erg langzaam door die bocht heen moet gaan. Dus dat kost ons een beetje tijd. We stoppen nu de motor weer in standard mix om minder real spin te hebben. En we gaan een beetje wijd door de laatste bocht heen. Maar op zich was het een oké rondetijd. We stoppen de motor weer in bridge mix. We komen naar de lijm zetten. En 1:34.6. En dat was waarschijnlijk goed genoeg voor Q3. Ik weet niet zeker. We gaan nu weer terug naar de garage. En er is nog 9 minuten te gaan in de sessie. En we liggen voorlopig 8e. Nu 9e. Dus we zitten een beetje in de gevarenzone hier. Dus met nog maar 5 minuten te gaan in de sessie besloot ik hier om nog een keer naar buiten te gaan. Zoals je ziet op dezelfde set options. Dus ik weet niet waarom ik dat deed. Misschien omdat ik options wilde sparen voor Q3 en de race. Maar waar je snelste tijd op hebt gezet in Q2. Op die banden moet je natuurlijk starten in de race. Als je doorgaat naar Q3. Dus we zullen nieuwe set banden hebben in Q3. Of een extra set eigenlijk. Maar we zullen wel in de race op een beetje versleten set options moeten starten. Als we nu een tijd zetten die goed genoeg is voor Q3. En er is nog 3 minuten te gaan in de sessie. We liggen voorlopig 9e. Dus hopelijk dat we ons hier kunnen verbeteren. We gaan een beetje wijd in de eerste bocht. Daar remde iets te laat. Dus dat kost ons een beetje tijd. Als we nu accelereren voor het rechte stuk en de vierde bocht naderen, we stoppen de motor in ridge mix en meteen weer terug in standard mix. Als we nu remmen voor de vierde bocht en we gaan weer een klein beetje wijd. Dus dit was niet zo'n hele goede ronde. Als we nu de eerste sector split naderen en we zijn 23.000ste langzamer dan onze personal best. Maar we snijden de bocht af daar, dus deze ronde telt niet meer. Maar er is nog 2,5 minuten gaan in de sessie, dus we kunnen nog een ronde zetten. Dus zoals je ziet nu het eind van die ronde. Nou ja, het telt natuurlijk niet, dus het maakt niks uit. Maar we komen nu weer over de start-finish heen om onze derde ronde in Q2 te starten. En er is nog maar 1,5 minuut te gaan in de sessie. We liggen nog steeds 9e, dus ook al verbeteren we onszelf hier niet. Waarschijnlijk zal het even goed wel goed genoeg zijn voor Q3. Maar gewoon om er zeker van te zijn, gaan we hier voor nog een ronde. We gingen daar mooi door de eerste 3 bochten heen. Als we nu opnieuw over dit rechte stuk heen gaan en de vierde bocht naderen. En even kijken hoe we dit nemen. We remmen weer iets te laat. Een beetje wijd. Net niet de apex geraakt, maar het maakt niet zo heel erg veel uit. Het maakt wel veel uit, want we zijn 1/10 langzamer dan onze personal best in de eerste sector. Dus we remmen nu voor de 8e bocht. We gaan weer een beetje wijd, dus dat kost ons weer tijd. Dus het lijkt erop dat we ons niet gaan verbeteren in deze ronde. Maar met nog 40 seconden te gaan in deze sessie zullen we wel doorgaan naar Q3 waarschijnlijk, tenzij er nu opeens 2 coureurs een hele goede tijd neerzetten. Maar ik push je nog steeds door met de motor in ridge mix, zoals je ziet nu weer terug in standard als we nu door de 10e bocht heen komen. En opnieuw ga ik een beetje wijd, ondanks dat ik zelfs terugschakel naar de 3e versnelling. Dus dat is iets waar ik echt voor moet oppassen. En dat is dus de bocht waar ik eigenlijk mijn tijd verlies. Want ook in de timing screens kan je zien dat ik eigenlijk in de laatste sector alle tijd win. En in de tweede sector al mijn tijd verlies. Als we daar ook nog eens worden opgehouden door een Toro Rosso. En ik moest er onhandig omheen. Dus dat kost ons nog meer tijd. Dus we zullen sowieso niet meer onszelf verbeteren in deze ronde. En uiteindelijk eindigden we dus als 9e in Q2. En we zullen dus nu doorgaan naar Q3. Ons teamgenoot Jensen, die werd 11e, dus die gaat net niet door naar Q3. En we zullen nu in onze auto stappen voor Q3, zoals je ziet. En hopen op een zo goed mogelijke startpositie. Als we nu vast worden geriemd en ons stuur gaat erin. En dan zullen we klaar zijn om een ronde te rijden in Q3. En we zullen nu eventjes de banden kiezen. Hoeveel option sets hebben we nog over? We hebben nog 4 option sets over. Dus dat is heel veel. Dus daar hoeven we ons in ieder geval geen zorgen mee te maken. Engine, we doen 5 ronden aan fuel. Dus daarmee kan je in ridge mix ongeveer 2 ronden mee rijden. En we gaan dus nu naar buiten voor onze eerste ronde in Q3. Hopelijk dat we een goede ronde kunnen zetten om ons zo hoog mogelijk op de grid te krijgen als mogelijk.
Dus we rijden nu naar buiten. En dan zullen we eventjes doorspoelen naar het eind van deze opwarmronde. Want dat is natuurlijk geen reden om dat te laten zien. Dus hier komen we nu. We naderen nu de laatste bocht om onze ronde in Q3 te starten. We stoppen de motor in standard mix. Zodat we er zeker van zijn dat we niet te veel overstuur krijgen uit de laatste bocht. Nu de motor in rich mix. Om zoveel mogelijk vermogen te hebben op dit rechte stuk. Dus we starten nu onze eerste ronde in Q3. Hopelijk is het een goede ronde. En we komen dus nu door de eerste bocht heen en we remmen een beetje, eigenlijk iets te vroeg. En ik snijd er dus de bocht af en deze ronde die telt dus niet meer. Dus nu een ronde later komen we opnieuw door de laatste bocht heen om onze tweede ronde te starten in Q3. En het is natuurlijk onze eerste ronde die zal tellen. Motor weer in rich mix, DRS open. Hopelijk dat, het dus, dat we nu wel door de eerste bocht heen kunnen komen. Dus we schakelen op naar de achterversnelling. 338 km per uur. We remmen nu voor de eerste bocht. En deze keer remden we opnieuw iets te vroeg. En ik heb veel overstuur bij de exit van de eerste bocht. En dus dat kost ons een beetje tijd. Dat is ook mede te danken aan dat ik in rich zit. Het is eigenlijk de eerste keer dit weekend dat ik in rich mix rij. En je hebt natuurlijk meer vermogen in rich mix. Maar dat kan ook een nadeel hebben omdat je dan ook meer wheelspin hebt. En we zijn 16e langzamer dan Lewis Hamilton in de eerste sector. Dus dat was niet de beste ronde in Q3 die ik uiteindelijk reed. Dus dat is de reden waarom ik nu doorspoel naar het eind van deze ronde. Dus we komen nu door de laatste bocht heen. En we zetten een 34-8. Dus dat zet ons voorlopig 9e. Maar we gaan hier nog door voor nog een ronde. Aangezien het niet een hele goede ronde was. Omdat ik een paar foutjes maakte. Dus we komen nu opnieuw door de eerste bocht. En deze keer nam ik hem wat beter. Gewoon mooi aangeremd. En niet te vroeg op het gas. Als we nu accelereren. En de vierde bocht naderen. En we komen nu door de vierde bocht heen, terugschakelen naar de derde versnelling. We raken daar mooi de apex. Niet te vroeg op het gas hier bij de exit. Ja, dat lukt op zich goed. Niet heel veel overstuur hadden we. We komen nu door de eerste sector heen. We zijn 3/10 sneller dan onze vorige personal best. Nog steeds 2/10 langzamer dan Lewis Hamilton. Maar dat is te verwachten, want de Mercedes in 2014 is gewoon heel erg overpowered. We namen de achterbocht daar ook erg goed. En we naderen nu deze 9e bocht. En we remden een beetje iets te vroeg, maar beter te vroeg remmen dan iets te laat. Dus we openen nu de DRS voor het rechte stuk. En we remmen nu voor de 10e bocht. Ik heb weer veel foutjes gemaakt eerder in het weekend, maar deze keer neem ik hem wel als we nu door deze 11e bocht heen gaan. En nu door de ene laatste bocht. We zijn 3/10 sneller dan onze vorige personal best. 16e langzamer dan Lewis Hamilton. Maar we gingen een beetje wijd daar in de 11e bocht. Dus dat kost ons een beetje tijd als we daar langs Kimi Räikkönen gaan. Nog 5 minuten te gaan in deze sessie. En we remmen nu voor de laatste bocht. Ik sneed daar de bocht een beetje af. Ik kreeg er geen waarschuwing voor. Maar het kost ons wel een beetje tijd. En we verbeterden ons met 500ste van een seconde. Dus dat is eigenlijk bijna geen verschil. Dus we liggen nu nog steeds 9e. En ik heb niet genoeg brandstof meer om door te gaan voor nog een ronde. Dus ik moest hier weer terugkomen naar de pits. En een nieuwe set options onder onze auto te doen. En nog 3 minuten te gaan in deze sessie. 3 ronden aan fuel. Zodat we gewoon 1 ronde nog kunnen rijden. En hopen op het beste echt, want ik hoop wel dat ik nog iets beter kan doen dan de 9e plaats, aangezien die 9e plaats niet een perfecte ronde was. Dus nog 1 minuut te gaan in deze sessie, dus we kunnen net daar nog een ronde rijden. En hopelijk dat deze ronde dus goed genoeg zal zijn voor misschien een top 5 positie, ik weet het niet. Maar in ieder geval, we zullen het nu zien. We schakelen op naar de 8e versnelling. 338 km per uur. We remmen voor de eerste bocht. En we nemen die erg goed. Nu komen we door de tweede bocht heen. En de derde bocht, allemaal goed genomen. En dan naderen we nu de vierde bocht. We schakelen op naar de 7e versnelling en dan weer terug naar de 3e versnelling. En ik remde een beetje iets te vroeg, maar ik corrigeerde het door eventjes het gas aan te tikken. En ik ging mooi door die 4e bocht heen. Als we nu door de eerste sector heen komen, we verbeteren ons zelfs met 2/10 van een seconde. Maar 69.000ste boven de tijd van Lewis Hamilton. En als we nu remmen voor de 8e bocht, ik schakelde heel eventjes in de 1e versnelling, maar meteen terug naar de 2e versnelling. Dus de 8e bocht is ook goed genomen als we nu door de 9e bocht heen komen. Heel makkelijk om je hier te verremmen. Maar we nemen hem erg goed, we remmen laat en we raken de apex daar mooi. Dus tot nu toe is het een erg goede ronde als we nu de DRS openen voor dit rechte stuk. En de 10e bocht naderen.
En kijken of we deze keer weer goed kunnen nemen. Een klein beetje wijd, een klein beetje van de Apex af. Maar dat maakt niet zo heel erg veel uit. Dat kost ons een klein beetje tijd. Maar we gaan door deze 11e bocht. En we zijn 3/10 sneller dan onze vorige personal best. 3/10 langzamer dan Lewis Hamilton. We namen de ene laatste bocht daar erg mooi. Als we nu over dit ene laatste rechte stuk heen komen. De sessie is nu over. Dus de rondetijd die we nu zetten zal onze startpositie zijn. En we kunnen ons daarna niet meer verbeteren omdat de tijd om is. We gingen daardoor de laatste bocht en een klein beetje wijd. Maar we naderen nu de finishlijn. En waar zal het ons brengen? Een 4e plaats. Ja, mijn ingenieur zegt dat we een goede kans hebben om in de race het podium te pakken. Maar dat zullen jullie zien in de volgende video. En dus dat was voor deze video. Ik hoop dat je het leuk vond. Dan zie ik jullie weer in de volgende.